van vele musea in Nederland heeft ook het Bakkerijmuseum te maken met de coronacrisis. Wij vragen aan Jacco Spil, directeur van het Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij. Hoe staat het er nu voor? Ja, het is een beetje lastig omdat de coronacrisis natuurlijk op dit moment, terwijl we ook toekomstplannen hebben om het museum te verbouwen. Dus de verre toekomst zie ik heel positief in. Op dit moment is het natuurlijk allemaal heel lastig met teruggelopen bezoekersaantallen. We zijn pas sinds donderdag weer open. Gelukkig kunnen wij de winkel wel open houden. Dus wat dat betreft is het een beetje wat algemeen in de museumwereld is, dat we sterk terugloop gehad hebben. Dat maakt het lastig. Maar ik kijk uit naar de verbouwing en ik kijk uit naar volgend jaar. Nu gaan jullie straks beginnen met de verbouwing. Kan je daar wat meer over vertellen? Nou, wij hebben het pand ernaast hebben we al gekocht. We hebben inmiddels ook zelfs al een doorbraak gemaakt. Dus we hebben het er al een beetje bijgetrokken vanwege de corona. Maar we gaan dat allemaal gelijk vloers maken. We gaan het allemaal herinrichten. Er komt een lift in, er komt een extra trap in. Dus we kunnen beter de bezoekersstromen aan. We kunnen ze veel beter ook van informatie voorzien. Dus dat gaat 4 januari allemaal gebeuren. En dan hopen we voor mei klaar te zijn. Dan gaan jullie dus straks beginnen aan de verbouwing. Maar jullie hebben in 2021 nog een verbouwing. Maar wat is dat dan? Nou, we hebben het in 2 delen gedaan. We hebben vorig jaar natuurlijk, of 2 jaar terug, de steun gehad van de Bank Giro Loterij. Daar zijn we heel dankbaar voor. En daarom hadden we wat meer middelen. En toen hebben we ook gezegd, we gaan in 1 keer alles goed doen. In het oorspronkelijke plan zouden we het in 5-6 stappen doen. Nou, hebben we dat hele plan uitgewerkt. Toen hebben we eigenlijk gedacht van, nou moeten we het in 1 keer gewoon helemaal goed doen. Dus we moeten het echt voor iedereen toegankelijk maken. Dus of je nou in een rolstoel zit, of je bent lopend, of je bent blind, of wat dan ook, dat mag eigenlijk niet uitmaken. En we moeten ook de verhaallijnen zo aanpassen dat iedereen zich erin herkent. Dat betekent dat je allerlei vormen van presentatie hebt. Dus we houden de demonstraties, we houden de kinderactiviteiten. Dat zijn natuurlijk de grote succesnummers van ons. Maar daarbij komt bijvoorbeeld meer presentatie op beeldschermen of bijvoorbeeld in de vorm van allerlei bordjes. Er komen allerlei extra manieren om het verhaal van de bakker te vertellen. En daardoor wordt het eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Alleen dat kost dan wel iets meer. En daarom hebben we eigenlijk nog meer geld nodig. En hebben we nog een gat in de begroting, zeg maar. En hebben we het ook in 2 gesplitst. We gaan vanaf 4 januari echt het grote deel doen. En daarna blijft er nog bijvoorbeeld de wc's achter. Die moeten ook nog aangepast worden, zodat er ook nog een goed invalide toilet komt. En dat blijft eigenlijk liggen voor een tweede verbouwing. Elke verbouwing kost geld, veel geld. En als je dan zo kijkt naar dit jaar, de coronacrisis, komt weinig geld binnen, weinig bezoekers, dan zitten jullie denk ik nog wel met een fors gat. Hoe zit dat? Dus, we hebben nu ongeveer een gat van 2 ton, zeg maar. We willen nog 1 ton bij elkaar krijgen via crowdfunding en obligaties. Dus ik ben afgelopen week ben ik bij Jannie van der Heijden geweest. Die wil ons daarin ook meehelpen. We hebben inmiddels een comité met een heel enthousiaste medewerkers die ons daarbij helpen. Dat hebben we inmiddels allemaal voorbereid. En dat zal volgende week publicitair van start gaan. Dus dan kunnen ook de medewerkers of de bedrijf of wie dan ook, iedereen die met het Bakkerijmuseum een warm hart toedraagt. Of iedereen die zegt van, ik vind het belangrijk dat het museum inderdaad voor iedereen toegankelijk is. Want daarmee zijn we een van de eerste in Nederland die dat doet. Die kan ons dan ook financieel steunen. En dan kan je bijvoorbeeld een tegeltje kopen wat in de conditorij geplaatst wordt met een foto erop van je kleinkind. Maar je kan ook, we krijgen een hele wand met deegrollers. Daar kan je bijvoorbeeld je naam in laten zetten of het logo van je bedrijf. Of je kan gewoon obligaties kopen en daar een rendement voor krijgen. Ja, dus het wordt een keuzemenu. En daarmee hopen we het laatste gat, zeg maar, dicht te maken. Zodat we gewoon helemaal zorgenvrij kunnen beginnen.